Vandaag zien we veel bewolking boven ons land en met name vanochtend valt daar verspreid wat regen uit. Boven de Noordzee ligt al een dikkere pluk bewolking klaar en daar krijgen we vooral vanavond en vannacht mee te maken. Vanochtend vroeg is het op sommige plaatsen in het noorden nog eerst mistig, maar dat lost allemaal in de loop van de ochtend snel op. Verder is het meestal bewolkt, af en toe wat zon, maar verspreid valt er ook nog een enkele bui. Vanmiddag dan valt met name in het noorden van het land enige tijd regen. In het zuiden van het land is het wat vaker droog, mogelijk ook met wat zon, maar warmer dan 11 of 12 graden wordt het niet. Vanavond dan bereidt een gebied met regen zich steeds verder zuidwaarts over het land uit, al houdt het zuidoosten het waarschijnlijk nog tot middernacht droog. Er is weinig wind en de temperatuur die daalt uiteindelijk vannacht naar een graad of 7. Morgen dan valt in Limburg en in het oosten van het land mogelijk eerst nog enige tijd regen. Later is het overal wisselend bewolkt, maar valt er verspreid wel een bui. De temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden en er waait een zwakke tot matige noordenwind. In de dagen daarna blijft het wisselvallig en met name donderdag en op zaterdag valt er nu en dan wat regen. Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog met nu en dan ook wat ruimte voor de zon. De maxima die blijven rond een graad of negen hangen. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne dag.